Goedemorgen allemaal. Vandaag in 1892, dat is lang geleden, was de première van de Notenkraker. De Notenkraker, wat is een Notenkraker? Nou ja, Disney heeft er een tekenfilm van gemaakt, een musical. Het is een musical volgens mij. En, maar goed, een Notenkraker. Wat is nou precies een Notenkraker? Ja, dat is zo'n ding waar je walnoten mee kan kraken. Laten we die nou eens even tekenen. En misschien moeten we er nog een walnoot bij tekenen. Dan hebben we die volgens mij al een keer getekend. Maar goed, we gaan een notenkraker tekenen. Teken je mee? Goed, een notenkraker. Ja, hoe ziet die er nou uit, notenkraker? Nou, het is eigenlijk een soort nijptang om te zien. En misschien heb je er ook gewoon wel eentje thuis in de keukenlaar liggen hoor. Eigenlijk is het gewoon een soort tang. En hier zit dan een scharnier. Ik denk, oh, waarom daar? Nou ja, dat is het meest mooie. Hier zit een scharnier. En vervolgens heb je hier tandjes zitten, zo. En hier nog een keer wat groter, zo. En eventjes een beetje 3D tekenen. Kijk, dan heb je twee verschillende diktes. Hier komt hij bij elkaar zo. En hier tussen kan je dus noten doen en je kan ze dus kraken. Dus het is echt zo dicht doen. Dus hij kan hier is het scharnier waarop hij dus kan scharnieren. En dan kan je hem hier open doen, noten tussen en hem kraken. Ja, wat doe je er dan tussen? Nou, een walnoot bijvoorbeeld. Ja, en, hoe ziet een open gekraakte walnoot eruit? Nou ja, dat is... Ik vind een binnenkant van een walnoot vind ik net een beetje lijken op hersenen. Ja, heel raar. Hoe kom ik aan die associatie? Ik weet het niet. Nou ja, ik ben zelf geen liefhebber van walnoten. Misschien komt het daardoor, ik weet het niet. Maar dan kunnen ze wel even tekenen natuurlijk. Binnenkant van zo'n walnoot. Zo, ze bestaat uit twee helften. Helften, ja. Helften. Zo. Er zit een schilder nog omheen. Daar ligt die noot dan zeg maar in zo. Ja, dat is een beetje zo de binnenkant van een walnoot. Dan gaan we daar een dichte walnoot nog even bij tekenen, daarnaast. Zo. Ja, om dus bij die binnenkant te komen, want die binnenkant eet je op, die schil eet je niet op. Of die bast. Ja, moet je hem dus eigenlijk openkraken, zo'n walnoot. En dat kan dus met zo'n notenkraker. Nou, ga zelf ook op zoek naar een notenkraker. Misschien heb je wel gewoon eentje thuis. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.